Mark Baanders, beter bekend als Slijptol, is met zijn 26 jaar een opvallende deelnemer aan het huidige seizoen van Expeditie Robinson. De Pound-verslaggever, die bekend staat om zijn heese stem, heeft vitiligo, een huidaandoening waarbij pigmentcellen verdwijnen en pigmentvlekken op de huid ontstaan. In Nederland gebruikt Mark make-up om de pigmentvlekken op zijn gezicht te camoufleren, maar tijdens de opnames van Expeditie Robinson in Maleisië moest hij zijn onzekerheid onder ogen zien. Hoewel Baanders openhartig praat over zijn vitiligo in het survivalprogramma, heeft hij zowel positieve als negatieve reacties ontvangen. Voorafgaand aan zijn onthulling vroegen mensen zich af: wat is er mis met Slijptols gezicht? Sommigen maakten sarcastische opmerkingen zoals: zonnebrand vergeten of bezig met een Michael Jackson kostuum? Mark deelde zijn ervaringen in de talkshow Renze, waarin hij benadrukte dat hij wel tegen een stootje kan, maar de negatieve opmerkingen als heel erg grauw ervaart. Hij wijst erop dat dergelijke opmerkingen niet alleen hem raken, maar ook andere mensen met dezelfde huidaandoening.